Nu de wedstrijd tussen FC Utrecht en Roda JC. De kerstgedachte was in de afgelopen week ver te zoeken. Bij zowel Utrecht als Roda. Eerst Utrecht. Dat ontsloeg zijn coach Willem van Hanegem. De spelers van Utrecht waren op de hand van Van Hanegem en ze waren heel erg ontevreden met zijn ontslag. Maar de grote geldschieter en het bestuur van Utrecht hadden het helemaal gehad met Van Hanegem. Dus Willem moest vertrekken. Technisch directeur Piet Buter was daar weer kwaad over en hij vertrekt ook. Nu hebben assistent Ton de Chatinier en pupillentrainer Robert Roest de leiding over Utrechts eerste tot aan het eind van het seizoen. Bij Utrecht of bij Roda werd er een misselijkmakend dieptepunt bereikt met het vertrek van voorzitter Servé Kuijer. Die stapt op omdat hij en zijn familie zijn bedreigd door aanhangers van Roda die tegen een fusie van Roda met Fortuna Sittard zijn. Bij FC Utrecht stond vanmiddag Cedric van der Gun in de spits. Hij speelde op de positie van clubtopscorer Boussabon. Die is geblesseerd. Utrecht scoort trouwens weinig dit seizoen. Roda JC incasseert veel tegendoelpunten. Dit is keeper Bram Castro. Die kreeg vorige week 5 om zijn oren. Roda heeft nu al 31 tegentreffers. FC Utrecht staat 9e, Roda 16e. Vanuit Utrecht hoort u Arno Vermeulen. Meeuwis mist de bal. Loval. Snel. Loval. Goed naar binnen. Maar dan ook keurig verdedigd. Wel een hoekschop. Indraaiende hoekschop. Utrecht. En de kans. En wat voor kans voor aanvoerder Cornelissen. Van dichtbij raakt hij hem helemaal verkeerd. Nog een keer. Nu in de lucht dan. Keller krijgt hem verkeerd op het hoofd. En zo na 9 minuten spelen de eerste 2 kansen voor FC Utrecht. En dan nog de aai van Schut, net naast het doel. Ook weer met het hoofd. Ach, zo lijkt het heel wat. Maar het begon allemaal heel rustig hier in Utrecht. En dat na die hectische week in Kerkrade en bij Utrecht zelf. Tjommer van de Gun. En er moet een doelpunt zijn. En dat is een doelpunt. Utrecht op 1-0. Cedric van der Gun. Zijn 4e doelpunt van dit seizoen. Van der Gun. Die als die fit is natuurlijk een uitstekende speler is. En de aangever, Tjommer, had een hoofdrol bij deze goal. Van der Gun is snel en koelbloedig. Utrecht op 1-0 en dan kan de wedstrijd na 22 minuten nu echt gaan beginnen. Corner van Roda na ruim een half uur. Vormer. En goed gepakt daar door Vorm. Neesu. Van der Gun. Acties van hem zijn eigenlijk altijd gevaarlijk. Cedric van der Gun. 1 man voorbij. 2 man voorbij. Van der Gun kan hem afspelen. Doet hij ook. Prima. Ai. Tjommer net niet. En dus is het echte tempo eruit. Komt de bal toch nog voor de goal. En dan is het in tweede instantie. Nee, derde instantie niet raak. De kopbal van der Gun. Het inschieten van Kaluwe. Maar het eindigt niet in een goal. Eigenaar van FC Utrecht, Frans van Seumeren. Die betaalt, die bepaalt, bleek deze week weer. Van Hanegem noemde Van Seumeren een duikboot en ging zelf even later kopje onder. Aanvoerder De Vouw. Roda op de helft van Utrecht, maar de aanvallen zijn voorspelbaar en weinig geïnspireerd. Utrecht speelt beter. Silberbauer. 2-4. Loval. Loval en dan een tikje van achter en een penalty. Sijs wordt daar veroordeeld door Ruud Bossen in dat duel met Loval. Het is een twijfelgeval waar Bossen kiest om de penalty te geven. Hij had het moment ook kunnen wegwuiven. Tjommer 2-0 Utrecht en dan lijkt dit een middag dat de punten makkelijk in de galgenwaard gaan blijven. Want van Roda is werkelijk niets te duchten. Hadouier. Nog een keer. Hadouier. Loopt zich stuk. Weinig hulp. Silberbauer. Loval. Cornelissen mee. En dan Van der Gun met zijn snelheid. En dan lepelt hij die bal er langs. En dan komt hij net niet bij Kaluwe. Maar Van der Gun is niet te houden door de verdediging van Roda. Die statisch en traag is. Van der Gun. Terwijl Nesu een tik krijgt, Van der Gun doorgaat. Maguire, Silberbauer, veel ruimte. Verdediging van Roda uitgespeeld. Silberbauer
Ramt dan de bal tegen de Jong aan. Maar Utrecht is in de eerste helft nog dicht bij 3-0. Kalubé. En dan is het 3-0 via Loval. Weer staat Roda toe te kijken. En het is de goal van Loïc Loval. Een onderstreping van zijn uitstekende eerste helft. Utrecht, Roda 3-0. Alle ellende van deze week is in de Domstad vergeten. 3-0, Loïc Loval. Voor Roda wordt het een lange middag. Yulu Matondo. En dan geeft Bosse de penalty uit de eerste helft. Nu terug aan Roda. Maguire en Jansen. Dat is het duel. En Bosse zegt, dan is dit ook een penalty. Meeuwis, Michel Vorm. En inderdaad, Roda op 3-1. Twaalf minuten gespeeld in de tweede helft. Kan Roda dan toch nog wat? Vormer, Jansen, Vorm. Na het doelpunt meteen dit moment van Roda. Vormer, De Jong. Komt ver, De Jong. Omzeilt onder andere Tjommer en dan Vorm die een hand uitsteekt. Blijkbaar is het geloof weer terug in het team dat daar lange tijd voor nodig heeft gehad. Jansen. Utrecht knoeit. Jansen. Maar hij heeft wel ruimte voor dit soort counters. Kaluwe, Maguire, Van der Gun. Loval is aanspeelbaar. Geen buitenspel. Loval en de redding van Castro. Zo wordt het na een stroef begin in de tweede helft nu toch wel even aardig. De captain met of zonder aanvoerdersband, Gregor van Dijk. Vormer en Cissé en de redding van Vorm. En in tweede instantie Jansen. En daar zorgt Michel Vorm dat Roda niet dichterbij komt. Al is het in extra tijd, want met een prima redding houdt hij de marge op 2. Utrecht wint dus met 3-1 van Roda JC op grond van de eerste helft. Maar het succes is nog wel breekbaar. Dat bleek in de tweede 45 minuten. Lachend gezicht van Frans van Seumeren. De druk lag ook bij hem in de week dat hij Troetelkind van Hanegem ontsloeg bij FC Utrecht. Het is een hele vervelende week geweest waarin beslissingen zijn genomen. En uiteindelijk moet je verder. En ik snap heel goed dat spelers hebben een rechtstreekse relatie met een trainer. Een trainer maakt deel uit van de totale organisatie van een club. En dan moet je wel eens bepaalde beslissingen moeten er worden genomen die in belang zijn van de club. En dan snap ik ook best wel eens dat er reacties komen van spelers op dat moment. Ik spreek je met de aanvoerder, toch? Ja. Okay, de aanvoerdersband wordt niet ingeleverd, je blijft aanvoerder. Ik heb toevallig vandaag nog even met de voorzitter gesproken. En zoals het er nu vooruit ziet, blijft het wel zo, ja. Omdat hij het gevraagd heeft of jij het wil blijven? Nou ja, goed. De laatste dagen hebben we het gesprekken gehad. De emotie is een beetje gezakt. En ik denk zelf dat het niet veel zin heeft om het te doen. Die overweging om je aanvoerdersband in te leveren was omdat je een beetje boos was, toch? Omdat je, of boos of teleurgesteld? Nou, beide. Ik bedoel, er is een hoop gebeurd dit seizoen. Dus ik was wel wat teleurgesteld en boos. En dat zakt natuurlijk wel na een paar dagen. Dus nu kan ik allemaal wat redelijker over nadenken. Wat kunnen we nu met Roda zeggen? Hoe diep zitten jullie? Is het paniek? Nee, absoluut niet. Nee, maar waar is dat op gebaseerd? Omdat je denkt, kom maar goed. Hoe moet jullie dat zeggen? Jullie maken er paniek van, maar bij ons is er geen paniek. We hebben gewoon een goede ploeg die goed kan voetballen. Alleen we voetballen gewoon veel te wisselvallig. Dan winnen we weer met 3-0, dan verliezen we weer met 4-0. En dat is zo zonde. Dan spelen we een goede tweede helft en een slechte eerste helft. Dat moet eruit. Het moet gewoon bij ons. Iedereen moet bij ons gewoon heel scherp zijn en scherp aan die wedstrijd beginnen. En dan kunnen we wedstrijden winnen.